Dat is een pittig wijfje hoor, die Kellyn. Maar Mimoen, die kan het goed gebruiken. Dus stap over je angst, zou ik zeggen. En hier zijn Kellyn en een serieuze Mimoen. Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse paints your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. Nou, ik vond het mooi. Er komt in een heel klein, schattig, leuk biertje voor jou, Mimoen. En ik moet je zeggen dat ik zelf enorm genoten heb van jullie kuur. Dankjewel. En hoe ging het voor jou? Hoe zat je in deze kuur? Ik heb echt zo erg genoten. Ik ben heel blij. Kijk, dat is mooi om te horen. En wij zijn ook hartstikke blij. Want jullie zien er prachtig uit ook. Helemaal zo keurig. Met zo'n klein glittertje erop. Wat zeg je? Beverwijkse markt. Oh ja. Twee halen, één betalen. Begrijp ik. Ja, ik ga niet meer over Marokkanen beginnen. Dan wordt iedereen boos. Maar was het van de Marokkaanse stand? Lieverd, luister eens. Ik wil graag even weten wat Patricia ervan vond. Nou, hij heeft sowieso een hoog knuffelgehalte. Ik weet niet wat het is wat die man heeft, maar... Hij heeft het gewoon. Hij is sympathiek. Hij is heel sympathiek. Oh, sorry. Dank je wel, schat. Dank je wel. Een knuffel. Nou, en ik zag ook echt vooruitgang. Ik bedoel, laten we niet vergeten de man achter de stoel. Hij houdt nou... Zij is nu zijn stoel een beetje. Dat kan je wel zien. Maar, ja, maar dat merk je gewoon. Maar kan niet anders. En ik zie zo snelle vooruitgang. Dat gaat nog steeds beter worden. Ik weet het zeker. Je hebt er zin in ook. Ik heb echt volop genoten. Goed zo. Heerlijk contour. We gaan gelijk naar de punten. Maurice. Ja, ook deze kuur kwam wel langzaam op gang. Maar je hebt achteruit geschaatst een eerste lift. Dus jij krijgt vandaag mijn aanmoediging 6. Wauw. Patricia. Ik geef hem ook een 6. Mooi cijfer. En natuurlijk Martine. Die 3 heeft je goed gedaan. We gaan naar een 5. Oh, we gaan langzaam omhoog. Oké. Uit haar mond klinkt dat als een 10. Ja. Je zit op 11. Jody. Ja, ik vond het heel knap wat je hebt neergezet. Een rustige Mimoen. Niet de wilde. Dus ik vond het een 6. Nou, dat is een mooi cijfer, Mimoen. En jullie zien er prachtig uit, had ik dat nog even. Dank je wel. Heel mooi. Oké.